graag even uw aandacht deze kant op zou mogen richten. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom hier in de hal van het stadhuis. De maand december is een maand vol met tradities. En het lijkt wel een klein beetje op alsof op 31 december al die tradities in één keer zijn afgelopen. Maar gelukkig hebben wij in Kampen een hele mooie traditie bij sinds vorig jaar. Dat betekent dat we het nieuwe jaar kunnen gaan beginnen met een mooie traditie, namelijk een goed gesprek met uw en mijn burgemeester. En dat mag ik best even voor klappen. De heer Bart Koelewijn. Meneer Koelewijn. Meneer Koelewijn, die microfoon die is voor u. En hij valt er ook uit te halen, dus u kunt hem gewoon in de hand houden als u het leuk vindt. Maar u kunt hem ook in de standaard. Zo kan dat ook. Meneer Koelewijn, vorig jaar hebben we elkaar op deze plek ook gesproken. En toen weet ik nog dat er een jas was gesnuffeld dankzij het karabietgeweld. Hoe is het dit jaar gegaan met uw kleding? Ik kreeg van diverse mensen het advies om vooral geen nieuwe jas aan te trekken, maar oude jassen heb ik niet. Dus heb ik mijn jas aangedaan, die is zwart en die komt heel goed uit. Zwart met wit werd het dan eigenlijk, begrijp ik, of niet? Hoe groot is nou de... Nou, het opmerkelijk was, ik kwam een dag later thuis en mijn hoed was wit. Merkwaardig, hè? Ik had een zwarte hoed, maar aan alle kanten zat het karpiet. Hoedenhout Jolien heeft opruiming, heb ik mij laten vertellen. Als we terugkijken op 2011, ik zei het al, vorig jaar stonden we hier ook, toen vroeg ik aan u, is het moeilijk om met zo'n toen nog nieuwe ploeg, want toen waren de verkiezingen geweest, aan het werk te gaan. Toen zei u, gaat best wel goed, we hebben er al een geheel van gesmeed. En in 2011 nemen net twee grote namen nemen afscheid. Meneer Wiet en meneer Boerman, moest u opnieuw weer een team gaan smeden? Ga ik u opnieuw vragen, is het weer gelukt? Nou, volgens mij de twee oudgedienden die zeg maar geworteld waren in het college van BNW, die zijn hier vanavond ook aanwezig. Bert Boerman en Jan Wieten. Het was natuurlijk, ja, ze staan daar. Het was natuurlijk een aderlating. Hè? Ik bedoel, het geheugen van het college verdween voor een heel belangrijk deel. Wethouder Treep, die één jaar langer dan de rest van het college zat, die bleef over. Dus wat dat betreft hebben ze ons wel een beetje laten zitten natuurlijk. Maar we hebben gelukkig andere wethouders ervoor teruggekregen. Wethouder Veldtoen, helemaal uit Oldenbroek. En wethouder Tabak, die denk ik al helemaal klaar stond om wethouder te worden. Vanavond ging ze zitten. Want allebei leek het alsof ze binnen de kortste keren ingewerkt waren. En dat is een plezier om te ervaren. Ja, ik merk ook dat het als college gewoon een fantastische...